klopt, hè. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Bert. En ik heb ADHD. Alle dagen heel dik. En ja, daar word ik ongelooflijk mee gepest. Varken, vetzak, papzak. Maar goed, ik vind het niet zo erg als mijn kinderen eerlijk tegen me zijn. Nee, maar ja, het begon eigenlijk al een beetje, ja, het begon al een beetje in mijn jeugd dat pesten. Maar er zijn ook dingen namelijk die ik niet heb. Ik heb namelijk nooit geluk. Ik win ook helemaal nooit wat. En dat merkte ik vroeger al als kleine jongen. Dan ja, was ik lekker buiten aan het spelen. En dan ja, moest ik binnenkomen van mijn moeder. Dus dan riep ze, Bertje, kom je binnen voor het eten? Nou, dan ging ik voor mijn gevoel ging ik op tijd naar binnen. Maar dan kreeg ik toch klappen. Want ik eet namelijk 12 keer per dag. En nou ja, goed. Dan op een gegeven moment wat verder. En dan denk je bij jezelf, ja, weet je, ik ben toch wel dik. Ik wil een beetje gaan sporten. Nou ja, voetballen, dat vond ik wel leuk. Dus ik meld me aan bij zo'n vereniging. En hadden ze voor mij weer geen kleding. Nou, oké. Okay. Ik mocht dus in de kleding van de senioren mocht ik lopen. Nou, ik was natuurlijk helemaal trots en blij. Kleding van de senioren. Tot ik de shirtreclame zag, de Burger King. Maar goed, dan, ja, dan word je wat ouder. En dan, ja, dan komt de tijd dat je verkering moet krijgen. En geloof het of niet, dames en heren. Ik kreeg ook verkering. En nou dacht ik van, ja, misschien blijf ik mijn hele leven wel vrijgezel. Maar ik heb net al gezegd dat ik nooit geluk heb. En mijn eerste meisje, ik vergeet het nooit meer, Miranda. Die was lelijk. Onvoorstelbaar. De hele gezicht zat vol met puisten. Maar goed, dat was op zich ook wel weer een voordeel. Want ik had in die tijd had ik een slaapprobleem. Als ik dan niet kon slapen, dan ging ik gewoon puistjes tellen. En dan bij ongeveer 3025, dan, ja, dan viel ik heerlijk in slaap. Alleen, ik heb het uitgemaakt met dat meisje, want ik heb dat voor de seks gedaan. Want, ja, niet omdat ik het niet lekker vind, hoor. Want, maar goed, elke keer als ik seks met haar wilde, dan moest ik steeds naar Drenthe. Want ik ben door mijn eigen bed heen gestort, ik ben door haar bed heen gestort. En in Drenthe hebben ze een hunnebed. Nou, oké, dan ondertussen kom je wat verder in je leven, dan krijg je de tijd dat je moet gaan werken. Op een dag, ik zit thuis de krant te lezen, zie ik een vacature staan, Chippendale gezocht. Nou ja, dat is natuurlijk voor mij is dat de ideale baan. Dus ik schrijf een brief, fotootje erbij, op de bus. Krijg een brief terug dat ik niet ben aangenomen. Ik had een te lange inwerkperiode nodig. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan word ik diëtiste. Dus ik kom daar en ja, bij mijn eerste gesprek is dan niks geworden, want ik had namelijk de voedingswijzer opgevreten. En toen, dames en heren, toen kreeg ik een baan. Ik doe het nu nog steeds. Ik werk hier twee straten verderop in een club- en buurthuis met kinderen. Echt ontzettend leuk. Een van de voordelen van die baan is dat ik pas om 10:00 's morgens begin. Dan heb ik nog lekker even de tijd om een uurtje lekker naar de tv te kijken. En zat laatst te kijken, een programma bij Omroep Max, de geheugentrainer. Dat is dan zo, dan staat er zo'n Ben Kramer met Alzheimer. Die weet volgens mij zelf niet van voor of hij van achteren leeft. Die moet dan aan een kandidaat vertellen, er komen dan boodschappen over zijn lopende band. En dan moet die kandidaat, die moet dan opnoemen. Nou, daar stond dan een bejaarde. Daar stonden echt allemaal dingen voor haar. Hè. Steunkousen, euthanasiepillen, stomazakjes. Maar omdat ik zelf nooit wat win, gun ik dat mensen ook niet. Dus onderin loopt dus een balk in beeld. Dus ik begin helemaal die balk aan te moedigen. En ik begin te zingen en ik leg helemaal op mijn knieën. Omdat ik die balk heel snel zie gaan. Ik gun dat mensen niet. Mijn vrouw dacht echt van, die man die spoort niet. En bij de laatste boodschap, inderdaad, ze wist het niet. Ik denk, yes, weet je. Greng, jij wint niks, ik win niks, jij wint ook niks. Nee, wat doet die verslaggever? Die gaat het voorzeggen. Pizza. Italië. Pizza, pizza. Nee, dat bedoel ik niet. Hij zei, ik bedoel de onderkant. Oh, pizza bodem. Nou ja, toen had ze het goed. De hele dak eraf te einde in de studio. En dan de reactie van die vrouw. Hè. Die won namelijk een weekendje Antwerpen. En dan de manier hoe ze dat aanpakt. Nou, bedankt, leuk. Nou, dames en heren, als ik een weekendje Antwerpen win, dan zijn de trillingen tot in Nijmegen te horen. Maar goed, dan ben ik een beetje uitgestoomd en over die teleurstelling heen. En dan ga ik op de fiets naar mijn werk. En als ik dan op mijn werk ben, dan komen al die kinderen die komen binnen. Ja, allemaal, alle soorten en maten, uit alle windstreken.
En dan hebben wij 6 jongetjes, die heten alle 6, heten ze Mohammed. Ja, hebben wij weer. Maar goed, daar hebben we iets bedacht, we geven ze dan bijnamen. Ze hebben een heel klein Marokkaantje, die noemen we Kuiken. Die begon met zijn geboorte gelijk met pikken. Dan hebben we nog Mohammed B. Daar zetten we dan Theootje naast. Hè, want het moet wel gezellig blijven. Nou, dan hebben we nog een heel klein Antilliaans ventje. Bruno, leuk mannetje. Die heeft niet alleen 6 tanden en 23 kettingen, maar ook een hart van goud. En dan, en dat is misschien het mooiste, dan hebben we onze eigen AMDS. Heeft iemand een idee wat een AMDS is? Nee, weet u niet, mevrouw? Een allochtoon met Down-syndroom. Ja, zielig, want ze hebben eigenlijk een dubbele handicap. En ja, nou ja, weet je, toen ik hier de eerste keer stond, toen had ik dat Lieselotje genoemd. Maar ze heeft me de afgelopen week zo ongelooflijk gepest dat ik gewoon haar naam ga noemen. Ze heet gewoon Esther, ze woont hier aan de overkant. En ja, als Lieselotje of Esther, ja, ik noemde gewoon Esther. Als Esther binnenkomt, dan heeft ze altijd de neiging om even lekker te knuffelen met de leiding. En wie had ze uitgekozen? Inderdaad, mij. Maar ik had er op dat moment had ik daar helemaal geen zin in. Want ze had een snottenbel, dames en heren. Echt, die was zo lang. Zo. Echt dat je denkt van, ik zet er zo'n pastijtje onder. En ja, ze kwam zo op me aflopen. En ik wilde wegtrekken, maar ik was al te laat. Ze pakte mijn hoofdbeet, mijn oorbel helemaal door mijn slaap. Mijn hele snot zat met smoel. Hey, mijn smoel zat met snot. Moet natuurlijk omdraaien, maar goed, ik ben een beetje op haar niveau nu. En nou, dan is het zo dat ze, dan wil ze een spelletje doen met mij. En dan kraamt ze er allerlei termen uit. De zeehonden, Pieter Buren, die hebben er gebeld voor bijles. En ik dacht, nou, omdat ik nooit wat win, ik denk, dat is mijn kans. Nou, dan wil ze dat spel, wil ze 4 op een rij. Ja, daar ga ik niet aan beginnen, want ze hebben me al 10 keer verslagen. Dus heb ik er in algemeen beschaafd zeehonds uitgelegd, dat we nu eens een keer gaan doen wat ik wil. Dus ik loop naar de kast en ik pak het spel op de kolonisten van Catan. En ik leg dat spel uit. En alleen een tafelblad scheidde mij nog van haar. En we beginnen. En ja hoor, ik sta net op het punt om te winnen. En ik moet nog 1 vakje tot die finish. Ik denk, hè, mijn eerste prijs in mijn leven. Hoor ik een collega achter me roepen, we gaan opruimen. Ja, heb ik weer. Nou, ik denk, nou oké, ik fiets dus lekker naar huis. En als ik dan thuis kom, dames en heren, echt, dan heb ik de hoofdprijs. Ik heb een hele lieve vrouw. En dan had ik een grap over de bedacht, maar ze is er weer bij. Ja, sinds ik 107 keer bekeken ben op YouTube, laat ze me geen moment meer alleen. Maar goed, ik heb ook nog 3 kindertjes. Ik heb een jongetje van 11, die heeft ADHD. Zijn dagen duren ook maar 12 uur. Dan heb ik nog een jongen met autisme, die heeft helemaal geen vriendjes. Is op zich gunstig als hij jarig is. En dan heb ik nog een kleintje van 4. Die heeft de ziekte van vrouw. Die gilt de hele dag als hij zijn zin niet krijgt. En ja, ik ben ontzettend gek op ze. Ik hou heel veel van ze. Maar zij niet van mij. Daar ben ik een keer achter gekomen met Vaderdag. Dan mag ik een uurtje langer uitslapen. Tot 5:30. En dan hebben ze een lopend buffet voor me. De hagelslag leg op de trap. Koffie leg in de gang. En de boterhammen zitten in de dvd-speler. En als ik dat dan op heb, dan zeggen ze, papa, cadeautjes. Nou oké, dan ga ik zitten. En dan krijg ik van mijn oudste krijg een tekening met 3000 strepen. Van mijn middelste krijg ik een leeg blaadje. En van die kleine krijg ik dan een zelfgeschilderde wc-rol. Alsof hij hem net uit de play trekt. En dan zeg ik ook gewoon eerlijk dat ik het niet mooi vind. Dan zeg ik van, vind je mooi papa? Zeg ik, nee. En dan weg, ga ergens anders Vaderdag vieren. Maar goed, ik had dat gedaan. En in één keer had ik spijt. Hè. Ik had heel lelijk en rot tegen ze gedaan. Ik denk, ik moet het goed maken. Ja, hoe moet ik dat doen? Ik denk, nou weet je, ik bel die sorry neger, die John Williams. Die is ook geweest toen ik niet thuis was. Dus mijn vrouw liet heel trots de bloemen zien. Maar goed, het ging om de kinderen.
Dus ik denk, wat is nou leuk om ze te geven? Speelgoed hebben ze niet, dus hoef ik niet mee aan te komen. Snoep krijgen ze ook nooit, dus dat is ook niks. Ik denk, nou weet je dan, een weekendje Parijs. Ik denk, nee, moet spectaculairder. En zo ben ik dus 2 weken geleden op zondag, dames en heren, naar Madurodam geweest. Echt, we gingen met de auto en we komen eraan. Nou, dan moet je parkeergeld betalen. Ik heb natuurlijk geen los geld. Dus mijn vrouw, ja, dat moet je straks betalen. Leuk. Dus wij lopen, nou, er stond een kleine rij, dus we lopen daarin. En de kinderen waren gratis. Anders had ik het ook niet gedaan. Dus ik zeg tegen dat meisje achter de kassa, ik heb 4 kinderen bij me. Maar ja, ze zag dat die ene mevrouw was. Dus ik moest alsnog voor 2 betalen. Nou, dan komen we daar de Madurodam binnen, dan krijg je een heel pakket papieren. Nog groter dan het dossier van Mauro. En we lopen daar en op een gegeven moment moeten we dan een speurtocht doen. Dus ik zeg tegen mijn kinderen, waar moeten we hier naar speuren dan? Nee, dat was dan een speurtocht met allerlei vragen. En ik had al 7 rugtassen bij me met broodjes. 6 voor mij en 1 voor mijn gezin. Nee, dan vraagt mevrouw ook nog of ik het fototoestel, de camera en haar tas wilde dragen. Dus ik jok een beetje zo achter mijn gezin aan. En op een gegeven moment zegt mijn vrouw of ik een foto wilde maken van het binnenhof. Maar oké, dat wil ik wel, dus. Ik ga op de grond liggen zo, om die foto te maken. Mijn kont die stak boven het gebouw uit. Komen er opeens 20 kinderen aanrennen. En die riepen tegen hun ouders, er is ook luchtkussen in Madurodam. En na een kwartier klauter ik overeind, zo ongeveer hoe dat nu ging. U heeft even de tijd. Ik klauter overeind. Pijn in mijn rug en ik zag helemaal wazig, want we hadden 2 van die beugelbekjes op mijn stuitje staan trappen. Nou, en net op het moment dat ik overeind ben, dan moest mijn ene zoon, die moest de laatste vraag hebben. De laatste vraag was, hoe heet het mannetje die voor de jamfabriek staat? Dat weet ik veel. Dus mijn zoon vraagt dat dan, ja, ik weet ook niet, dus ik vraag het weer aan iedereen. Niemand die het wist. Op een gegeven moment zegt mijn vrouw na 3 kwartier, ja ik weet het, hij heet Flip. Flip van de Betuwe. Ik zeg, had je dat niet eerder kunnen zeggen? Zegt ze, joh, ik wist het al die tijd, maar ik wou kijken of jij het wist. Nou, ik heb tot 10 geteld, dames en heren, want ik blijf altijd rustig. Nou, en toen hadden ze op een gegeven moment hadden ze al die vragen goed en toen mochten ze hun prijs ophalen. En u raadt het nooit, de prijs moet je ophalen in het restaurant. Ja, dat moet je net doen met mij erbij. Dus we staan in de rij en of het toeval is of niet, wij staan achteraan. En net sta ik voor de gebakjes. Ja, die 7 rugzakken die waren al leeg. Ik had ondertussen alweer een beetje trek. En ik sta bij die gebakjes te kijken. Ja, ik kon niet kiezen, dus ik heb ze alle 27 maar genomen. En ja, oké, ik heb mijn gezin ook wat gegeven, een lolly. Die moesten ze met z'n 4 delen. En toen, dames en heren, toen kregen we onze prijs. Echt. Het was een bouwplaat. En ik ben er vorige week aan begonnen, dames en heren. Echt. Ze zeggen wel eens, als je elke hagenees, die moet een keer in Madurodam geweest zijn. Maar geloof me, als je daar bent, dan heb je maar 1 wens. Dat je geen hagenees bent. Dames en heren, dank u wel.